Zondag 14 april werd op het sportpark in Nijnsel de nieuwe hoofdsponsor gepresenteerd. Het was niemand minder dan TVE Reclameproducten en TVE Sport. Goedendag dames en heren. Van harte welkom hier op Sportpark De Eimert. En voordat hier de officiële wedstrijd gaat beginnen, willen we toch graag uw aandacht voor een ontzettend belangrijk moment voor voetbalclub Nijnsel. We hebben dit jaar werden geconfronteerd met de mededeling dat onze hoofdsponsor, die al 30 jaar onze hoofdsponsor was, dat hij dit jaar ging stoppen. En wat wij als bestuur en als sponsorcommissie, waarbij heel veel credits naar de sponsorcommissie toegaan voor het uitwerken van het hele plan, wanneer een hoofdsponsor zich verbindt aan VV Nijnsel, dat het ook een echt partnership moet gaan worden. En met dat idee zijn we ook terechtgekomen bij TVE. We zijn als Vereniging Nijnsel ontzettend blij met TVE, met eigenaar Henny van Os als nieuwe hoofdsponsor. Een bedrijf wat wij denken heel erg goed bij Nijnsel past. Een bedrijf wat innovatief is, wat vernieuwend is, wat dynamisch is, modern. Heel veel zaken waarvan wij denken dat past ook bij VV Nijnsel. Dus de vraag van wat kan VV Nijnsel voor TVE betekenen? Dames en heren, een hartelijk applaus voor onze nieuwe hoofdsponsor Henny van Os met TVE Reclame. Ja, op dit tijdstip wordt het daarmee dus officieel en zal Henny de overeenkomst hierbij ondertekenen. En dames en heren, ook nog even een hele belangrijke historische melding. Het blijft niet bij alleen een hoofdsponsorschap. Voor het eerst in 65 jaar geschiedenis van VV Nijnsel zal de naam van VV Nijnsel ook verbonden worden met de hoofdsponsor. Dus zullen we vanaf 1 augustus door het leven gaan als VV Nijnsel / TVE Reclame. Henny, ontzettend bedankt. Voor de komende 5 jaar hebben we denk ik een hele goede hoofdsponsor gekregen. En ik ben ook overtuigd dat wij ook een hele goede partner voor jullie zullen zijn. Dankjewel. Toast. Toast, hè? TV heeft twee takken. Eén tak is de reclametak. Dus fulltime reclameproductiebedrijf. In een outdoor. En TV Sport is een sporttak. Puur op kleding, voetbalkleding, motocrosskleding, noem maar op. Nou, wij hebben echt gekozen om een echte samenwerking met elkaar aan te gaan. Ja. Dus wel op lange termijn.